Dit keer geen gymzaal als leslocatie, maar gewoon een grasveld. En dat dan vlak langs de ramen en balkons van de Hanzeborg. Daar lieten verschillende bewoners zich zien om, op grote afstand dus, mee te doen en in beweging te komen. Geweldig. Ik sowieso heel dankbaar dat ik iets kan doen voor deze natuurlijk kwetsbare doelgroep. En vanwege de verscherpte maatregelen nu en het isolement waarin ze eigenlijk nu zitten, wil je eigenlijk zoveel mogelijk voor ze doen. En middels deze manier heb ik iets kunnen doen. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, heel leuk. Ja, is ook echt heel belangrijk voor ze. Vinden ze ook ontzettend leuk. Ja, daar vrolijk zeg van op. Bij de Hanzeborg zijn het natuurlijk vreemde tijden. Bezoek is niet toegestaan en de bewoners zelf zitten voornamelijk op hun eigen kamers. Apart, ja. Je mist de mensen door het gebouw heen. Dat is echt dat is jammer. En je merkt dat mensen het zelf jammer vinden. Ze zien natuurlijk niet iemand. Maar er hangt ook een hele saamhorigheidssfeer. Iedereen heeft zoiets van, weet je, we gaan er met z'n allen iets van maken. En dat is leuk. Het is echt leuk om te zien. En er komt zo ontzettend veel binnen elke keer. Aan bloemen, aan vanochtend chocola. Nou goed, het sportbedrijf wat langskwam. Is echt heel leuk. Oké, wat je ook mag doen, is je schouders omhoog trekken als je op je tenen gaat staan. Na aan één kant van de Hanzeborg les te hebben gegeven, volgde ook de andere. Massaal stonden de bewoners niet voor de ramen, maar toch waren er verschillende die meededen. En ook bij het gebouw ernaast, waar de muziek en instructies ook te horen waren. Voor het sportbedrijf smaakt deze eerste keer in elk geval naar meer. Ik hoop eigenlijk dat we middels dit concert misschien volgende week, als zolang dit duurt eigenlijk, bel me op en ik ben er. Dus ik kan er altijd zijn voor elke zorginstelling.